In café Pakhuis, vlakbij Willemskantine, zit Bob de huisbaas. Hij heeft nog een kamer voor Jos. Waar je gewoond hebt, bij de Ruigentrap. Je raam open zwerven. Waar kom je terecht? Bij 9. Nou, 9 heb je opgepakt. Kijk, je moet je eigen aanpassen. Je weet, je slaapt met z'n 20 op een zaal, met z'n 80. Elke zweetneus van je sokken krijgt iedereen. Ja. En zo is het. Maar kijk, als je nou opgepast had, als je gewoon een kamer had. Je hebt niks mee te maken. Ik zeg, als je nou opgepast had, dan had je een kamer gehad. Jos, waarom ben je nou uit het leger eruit getrapt? Dat je dag nog dronken was, hè? Nee. Ja, wel waar, Jos. Kijk, je wordt zomaar niet uit het leger eruit getrapt. Je hebt altijd een grote muil gehad daar bij leger. Nou hebben wij je opgevangen, uiteindelijk, als huisbaas zijnde. Je meent me nog in de maling voor die 200 euro. Binnen 14 dagen geen 200 euro, dan gaat u er achter elkaar uit. Dan weet u dat, hè? Geef eens antwoord. Ja. Oké. Okay. Oh, een week hebben die 200 euro. Ja, dan is het weer haast een maand om, hè? Samen van die vuile zakken, joh. Wat je bij leger weghoudt, allemaal vuile zakken. Bij leger allemaal vuile zakken. Ja. Gewoon allemaal vuile zakken. Ja. Hé? Vieze tyfus, maar je. Nou ben je er gisteren ingekomen. Oh. Nou heb je 200 in je mik gedaan. Je hebt 500 bij je gisteren. Waar zijn die andere 300 dan? Hè? Ja, natuurlijk, ik heb wel geld. Wat zeg je nou? Ik heb wel geld. Je hebt nooit geen geld, kankerboef. Heb jij geld? Dan moet je 5 euro schelen. 5 euro's? Op je muil, gauw. Je hebt net 600 euro gehad bij die... Hop, die weg, hou. Je hebt weer een stuk in je broek. Ja, hè? Die is hoor. Jos heeft problemen met het betalen van de huur. Hij moet klusjes opknappen voor Bob. En Bob is geen gemakkelijke baas. Hij heeft op alles wat Jos doet iets aan te merken. Looks rejected. Looks dejected. Waar ben je nou? Duurt dat anderhalf uur, dat dingetje neergooien. Normaal doen hoor. We hebben geen tyfus aan die zwerven, joh. Hij doet helemaal geen tyfus, joh. Op kanker en van mijn zak uitblijven. Alles moet je daarheen harken, ja. Hè? Nou moet je eens werken, hè? Dan weet je wat werk is. Wist ik wel hoor. Ja, dat wist je wel. Je loopt meer als werken. Je moet er ook uit, hè? Kijk, als je dat kijkt. Nou ben je daar begonnen, hè? Maar als je nou je hersens gebruikt, dit moet er ook nog uit, hè? Kijk. Zie je, ik doe het rustig, hè, voor mijn rug, hè? Je moet gewoon kijken. Hoe de baas het doet, hè? Zie je, dat zijn allemaal stenen, hè? U kunt doorgaan. Ja. Ja, chef. Maar wel een beetje doortrekken, hè? Maar niet duren. Nee, dan weet u het, hè? Ja. Oké. Dag. Terwijl Jos zich in het zweet werkt, controleert Bob de huurachterstand van zijn klanten. Loze putten, loze putten, allemaal loze putten, jongens, allemaal loze putten. We zijn net de soos, hè, kinderen van de soos. Ja, zijn loze putten, jongens, allemaal loze putten. Daar sta je. Middelshaven. Die staat open. Die. Ook de achterstand. Dat weet je. Wie bedoel je nou? Huh? Wat voor man bedoel je nou? Nee, ik dacht dat de man niet hier vanochtend hier was. Dat je huis was? Ja.
Nou, en die vraagt natuurlijk om zijn centen. Ja. Maar hij is nou zo begodverdomd van huurders boven, een van 1200, een van 800. Ja. En nou gaat hij lopen denken, ja, als jij niet tanden betaalt, dan moet je er ook maar uit. En dat vond ik een beetje zin natuurlijk. Ik weet niet wat jij vangt van Soos. 630. 630. Dat is 630. Nou, dan ben je al dat kwijt, hou je 30 uur over, zeg maar een voorbeeld. Nou wil hij dan die 200, dan hou je pakweg 230 over voor het leven in de maand. Dat is wel mooi natuurlijk. Dan kun je alleen geen biertje kopen. Hoe is het met die paarden? Hoeveel paarden ga je nou kopen? Nou, dat ligt een beetje aan Tony. Aan Tony? Wie is Tony? Oh, die Griek. Die bewonder over. Die Griek? Ja, die heeft niks meer, joh. Nee, dat weet ik niet. Heb geen Mercedes meer, heb ja, niks meer. Ik ken niet bij iemand in zijn portemonnee kijken. Ik wel. Nee, ik niet. Heb die lening van ons gehad, die 70.000. En dan moet 1000 in de maand terugbetalen. Dat komt niet uit met hem. Maar als je nou dat geld niet meer hebt, wat ga je dan doen? Dan ga je weer lopen zwerven. Als jij niks te doen hebt voor me, dan wel, ja. Jij moet niet denken dat we dag en nacht wat te doen hebben voor je. Nee. Dat ken niet. Ja, ik hoor het ook allemaal aan die verhalen. Ik heb, daar koop er ook helemaal niks voor. Jij koopt helemaal niks. Je hebt geen gulden. Dat is het hem juist. Hoe kun je dat kopen? Bob is de huisbaas van Jos. Hij heeft Jos uit zijn kamer gegooid. Jos. Maar dat zijn allemaal van die mensen. Allemaal van die afgedankte zootje. Nou, dat moet ik helemaal niet hebben. 200. Het is de 26e, ik ga naar boven. Ik zeg, Jos, poem, heb ik nog niet binnen. Ik zeg, wat zei je? Nog niet binnen? Ik ben die Soos. Ik zeg, Soos, oh, die en die. Ach, meneer, dat is een hoop bij je. Hij krijgt het via Leger de Soos. Daar heeft hij die postadres. Maar ik had dat niet mogen zeggen, maar hij wordt trui geschreven nou. Dat hij een kamer had. Ik zei, nou, laat hem maar lekker inschrijven. Ik zei, ik trap hem er gewoon uit. Ik zei, die man stinkt. Laat me komen. Lijk een lik op de rijen. Laat me komen. Lijk een tik. Jij krijgt ook een tik op die retels. En anders duw ik hem zo erin, hoor. Weer een koevoetje. Nee, joh. Iedereen moet betalen. Iedereen. Kijk, mooi weer spelen, ken iedereen wel. Ze kunnen netjes vragen aan meneer Henders, mag ik volgende maand dubbel of de helft betalen? Dan sta ik kort, maar niet achter me zomaar 700 opzuipen en toestanden. En dan ga je om je geld en dan hebben ze niks. Kijk, en dat vind ik erg. Ik had ook kleding voor hem. Ik had zat kleding voor hem, staan zakken, zat beneden kleding. Spijkerbroek, alles. Nee, joh, deze jongen is een roze. Die jongen, ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar die jongen is gewoon een roze put. Het is erg genoeg. Maar ik krijg om begoffelen van de huisbazen. Wat heb je nou weer naar boven gestuurd? Ik heb nou 7, 8 kamers leeg. Dan legt hij voor mijn voeten.